In deze video ga ik maandenlang undercover in de wereld van kindermisbruik en ontmoet ik een man met de meest gruwelijke ideeën en vermeende ervaringen. Overdag acteert hij in kinderprogramma's van onder meer Studio 100 en Disney. Maar 's avonds maakt hij jacht op minderjarige jongens om ze te misbruiken. Ja, je ziet het goed. Dit is een nieuwe serie genaamd Sven over de grens. Een serie waarin ik letterlijk en soms ook figuurlijk de grens overga. Zo duik ik in de misdaad, criminaliteit en in belangrijke maatschappelijke onderwerpen. In samenwerking met de persgroep België voor het laatste nieuws. Zo ben ik ook bezig met meer nieuwe series. Geen zorgen, de reportages zoals jullie die kennen blijven altijd bestaan. Maar er zullen wel meerdere crime series aankomen, zodat ik vaker kan uploaden. In deze aflevering duik ik in kindermisbruik op de oppervlakte. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. En vandaag gaan we het hebben over een heftig onderwerp. We gaan het hebben over pedofilie. En voor wie denkt dat die wereld geheim is, een wereld die alleen plaatsvindt in de donkere steegjes van het internet, die heeft het helemaal fout. Ik ben juist benieuwd, hoe ziet de wereld eruit van pedofilie op de oppervlakte? Is dat op de oppervlakte? En als die dan op de oppervlakte schijnt te zijn, waarom doen we dan niks? Want het is voor iedereen zichtbaar, toch? Kort gezegd, ik neem jullie mee in de wereld van pedofilie op de oppervlakte. Ik zou dus zeggen, camera aan en actie. Pedofilie op de oppervlakte, wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Dat er pedofielen zich schuilhouden in het geheim, op moeilijk bereikbare plekken of bijvoorbeeld op het dark web, dat is al bekend. Maar hoe zit het eigenlijk op het openbare internet, voor iedereen toegankelijk en zichtbaar? We hebben verschillende openbare websites waar je in contact kunt komen met mensen, zogeheten chatsites. En een van deze chatsites is een bruisende plek voor criminaliteit. Prostitutie, drugsverkoop, misbruik en pedofilie. Het is er allemaal de normaalste zaak van de wereld. En hoe bizar, achter die website zit gewoon een Nederlands bedrijf. Ik log in en doe mij voor als mede-pedofiel, gelijkgestemde die van jong houdt. Verbazingwekkend, maar binnen enkele seconden stromen tientallen, zo niet honderden berichten binnen. In no time heb ik berichtjes van Belgische en Nederlandse volwassenen, allemaal met maar één gelijkenis. Ze zijn op zoek naar kinderen. Een van de volwassenen die mij een berichtje hebben gestuurd valt nogal op. Het is iemand die zegt ervaring te hebben en hij vertelt open te staan voor seksafspraakjes met kinderen. Ik besluit om te kijken hoe die wereld in elkaar zit om met de man in contact te blijven. We wisselen nummers uit. Appen een beetje en na een lange tijd komt er dan eindelijk een telefoongesprek. Hoe werkt die wereld van pedofielen op de oppervlakte, die openbaar zoeken naar kinderen? Wat denken die mensen eigenlijk en wat willen ze dan? Zijn die mensen dan gevaarlijk? Ik besluit met de man te bellen. Hey. Hoi. En hij doet de meest bizarre uitspraken over zijn ervaringen, wensen en eventueel toekomstplannen met kinderen. Maar jongens van 14 heb ik wel een stuk of ja, misschien 5, 6 gehad of zo. 5, 6 jaar heb ik nog wel geil al, maar meer op mijn echte main crushes is zo jongens die net gaan beginnen te puberen. Zo vertelt hij dat hij ervaring heeft met minderjarige jongens bij hem thuis. En als dat niet al schokkend genoeg is, vertelt hij steeds meer en meer. Het is net voor ze in de puberteit gaan, zo echt 11, 12, misschien 10 soms. Ja, precies, ja. Ja, spannend. Maar jongens van 5, 6, dat is het nog, ja, natuurlijk. Maar dan kunnen ze minder natuurlijk, hè. Dan hebben ze nog een heel klein piemeltje. Ze zijn ook heel nieuwsgierig, denk ik, hè, die hele kleintjes. Ja. Ja, zeker. De man voelt zich gemakkelijk en vertelt ons steeds meer en meer. Zo spreekt hij niet alleen thuis af met minderjarige jongetjes, nee, hij gaat ook vaak naar het stadspark. En daar begluurt hij jongetjes en meisjes in het skatepark. En dat is niet alles. Zo bezoekt hij ook vaak strandjes in Nederland en in België. En niet zomaar strandjes, nee, naaktstrandjes. Waarom? Nou, er zijn vaak families met hele jonge kleine kinderen. En hij begluurt die kinderen. Zowel jongens als meisjes zijn het slachtoffer van deze man die naar dat soort strandjes gaat om ze open en bloot te begluren. Wat ik wel soms al had gedaan, is naar het naaktstrand gaan in Zeeland.
En daar dan wel zitten verhuren of zo naar families met kinderen. Ah, dat is wel een goed idee. Heb ik nog nooit over nagedacht eigenlijk. Wat stom. Ja, in Nederland heb je in zee, ik weet niet of je bekend bent in Zeeland. Nou, ik ben er nog nooit geweest. Maar ik weet wel dat er veel stranden zijn natuurlijk. Heb je een heel groot naaktstrand in Vrouwenpolder. En daar heb je eerst een gedeelte met families met kinderen. En dan zie je wel vaak kinderen, ja, zeker in de vakantieperiode, die bloot zijn. Gewoon, dan krijg je meisjes, jongens. Ik weet niet of je ook op meisjes valt of op enkel op jongens. Ah oh, ja, ik ook wel, ja. Ja, vind ik bij mijn jongens en meisjes kun je ook wel gek om te zien. Ja. Dus daar kan je ze wel begluren. Ik kan je wel, ja, zeker als je al met twee bent, is het nog makkelijker, denk ik. Dan valt het min of minder op. Maar dan zit je gewoon te kijken, die kindjes spelen gewoon. Dus dan zie je ze. En soms zitten ze ook wel in de duinen te spelen, dus dan kan je ze nog dichter zien. De man vertrouwt ons steeds meer en meer en vertelt dan ook steeds meer en meer. Zo vertelt hij in een later telefoongesprek onder andere over zijn ideeën, plannen en eventuele mogelijkheden om kinderen te misbruiken. En daar heeft hij genoeg ideeën bij. Het is gewoon ik vind het heel moeilijk. En ik heb vaak afgesproken met andere gelijkgestemden en dan... Ja, soms denk ik van ze hangen verhaaltjes op, van het klopt is allemaal niet waar, of ik geloof het allemaal niet. Ik heb veel verhalen gehoord ook van, ja, ik ga naar Duitsland, naar een huis waar ik dus heb tussen 4-5 kinderen. En dat is een soort huis waar ik naartoe kan gaan. Maar dan denk ik toch altijd, ja, dat lijkt me toch allemaal te riskant en te veel dwang ook. Dat hoor ik ook wel heel vaak van mensen die op reis gaan naar als je naar Bulgarije of Roemenië gaat. Of natuurlijk naar de Aziatische landen daar. Schijnt het nog iets makkelijker te zijn allemaal. Dan kun je gewoon aan het van ieder wat station lopen wel broertjes rond die een ander broertje verkopen, zeg maar. En dan kan je echt heel jong gaan. Maar ja. Niet een keer proberen? Dat zou ik wel eens willen doen, ja, maar ook niet alleen. Misschien met iemand, ja, met jou zou ik dat misschien wel durven doen. Ik hoor ook wel eens van familiecampings in Frankrijk, waar ik ook wel eens bij mensen die dan van singles. Homo's die dan naar toeristencampings gaan in Frankrijk. Waar je ook wel makkelijk kan kijken. Maar dan hoor ik ook wel verhalen van ja, dan lok ik ze mee naar mijn cabine of zo. Of dan ga ik in de douche staan masturberen voor die jongens. Ik weet niet of ik dat moet geloven. Of dat ik dat. Dat vind ik sowieso wel een beetje te mooi om waar te zijn. Uit zichzelf begint hij over mogelijkheden die je zou hebben als je zelf kinderen hebt. Hij heeft namelijk een kinderwens. En niet zomaar een kinderwens. Nee, hij droomt ervan om zijn eigen kinderen uit te wisselen aan medepedofielen. Maar ook zijn eigen kinderen misbruiken is iets waar hij niet voor terug lijkt te deinzen. Maar ik denk wel dat het ook makkelijker is als je in de situatie bent dat je bijvoorbeeld zelf een ouder bent en je hebt zelf kinderen. Dan denk ik dat je wel veel meer, dat je dan ook met andere gelijkgestemden je zoon of dochter kan uitwisselen. En dat het dan makkelijker gaat, denk ik. Ja, zou je dat doen als je dat zou kunnen? Ik denk het wel. Als je kinderen hebt, zou ik het wel proberen. Ja. Jij niet? Ja, kijk, dan is het veel logischer dat je met kinderen bent natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk ook wel dat ik veel opener over seksualiteit zou praten met mijn eigen kinderen en gewoon op aanraken. Zeker op jonge leeftijd en gewoon samen in bad gaan of zo, samen douchen en dan toch gewoon lekker bovenal aankomen zonder dat het echt een seksuele connotatie krijgt. Maar dan toch en hen ook aan mij laten komen overal. Dus, ja. Zou je nog kinderen willen? Ik zou wel kinderen willen, denk ik. Ja, ik zou nog wel, ja, denk ik wel. Ja. Ja. Zou ik wel kinderen van iemand anders kunnen mee opvoeden, denk ik. Dat zou ik ook wel. Stel ik een partner vind en die wil kinderen, zou ik het geen bezwaar zijn dat die met zijn sperma kinderen maakt en dan samen die kinderen opvoeden. Zou ik geen probleem. Hij vertrouwt me langzaamaan. En als ik dan begin over zijn werk, wordt hij zenuwachtig. Hij begint een beetje te stotteren en woorden in te slikken. Maar waarom eigenlijk? Want jij werkt niet meer, of? Ja, maar vandaag ben ik... Gisteren moest ik wel werken. Ik werk niet elke dag, dus ik heb een heel wisselend uurschema. Dus af en toe ben ik eens een dag vrij en soms, ja, het is nee. En wat doe je dan, of is dat een te persoonlijke vraag? Ik zit in iets meer de culturele wereld, zou ik maar zeggen. Dus ja, misschien wel vaak nog wel doen, maar ja. Ja, wat is dat dan? Ja, dat vind ik dan wel. Dat kan ik wel vertellen als we elkaar zien. Ja, één ding is
ons in ieder geval heel duidelijk. Hij wordt bloednerveus als het over zijn werk gaat. Maar waarom? Wat doet hij dan? Werkt hij met kinderen? Of is het misschien een bekend persoon? Omdat hij zegt dat hij in de cultuursector zit. Bij ons gaan in ieder geval de alarmbellen af. En dus besluiten we nog verder onderzoek te doen naar deze man. Steeds meer krijg ik het besef dat deze man gevaarlijk kan zijn. En dus willen we weten wie deze man is. En waarom doet hij toch elke keer zo zenuwachtig en geheim over dat werk? Eerst even dit. Deze video's maken kost enorm veel tijd. En daarom zou ik het super fijn en leuk vinden als je mij wil helpen door te abonneren op mijn YouTube kanaal. Druk daarom nu op abonneren en ik heb daar een leuke actie voor bedacht. Stuur mij op Instagram een bewijsje dat je bent geabonneerd op mijn kanaal. En iedereen die dat doet, ga ik terugvolgen op Instagram. Stuur dus even een screenshot dat je bent geabonneerd op Vrije Vogels. Stuur dat naar mijn Insta, die staat nu in beeld. En als je dat dus doet, dan volg ik jou terug op Instagram. Zo zie ik ook wat jij doet en wat mijn kijkers bezighoudt. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Wil je deze onderzoeken steunen? Dat kan. Wil je dat ik blijf bestaan? Doneer dan nu via de link in de beschrijving. En dan nu, door met de video. De man vertrouwt mij. Hij gelooft namelijk dat ik echt een mede-pedofiel ben. En dus komt er een videobelgesprek. Maar komt hij echt opdagen voor dat videogesprek? Het is namelijk dé kans om zijn gezicht te zien en erachter te komen wie nou schuil gaat achter al deze gruwelijke wensen. Zou die komen? Ja, hij komt. Komt hij? Ja, jongens, hij komt. Alright. Hey. Een gezicht. De man die zijn toekomstige kinderen wil uitwisselen en misbruiken. De man die jongetjes van 14 bij hem thuis zou uitnodigen voor seks. De man die op naaktstranden stiekem kleine jongetjes en meisjes begluurt. Het heeft een gezicht gekregen. Echt heel veel details en informatie wil de man niet geven. Hij wil eerst afspreken om zeker te weten dat ik te vertrouwen ben. En dus wordt er een afspraak gemaakt. Maar intussen willen we toch weten wie deze man is. Het wordt tijd om een antwoord te krijgen op de vraag wie hij nou is en wat hij nou doet. Er is iets mysterieus met deze man aan de hand. En ik wil weten wat dat is. Ik heb 2 goed getrainde rechercheurs in mijn team en besluit hun te activeren en te vragen of ze kunnen uitzoeken wie deze man nou is. We hebben tenslotte een gezicht. De mannen van BVR Recherche hebben binnen no time zijn gezicht gevonden. En dat is ook niet zo moeilijk, blijkt achteraf. Want deze man is een bekend persoon, een acteur in films en in series. En dan snap ik opeens waarom hij dat niet durfde te zeggen. We zijn geschokt door de feiten. De man is een bekende acteur. Hij is dagelijks op de tv te zien, in België en in Nederland. Het schokkende is vooral dat hij speelt in films en series voor kinderen. Zo zit hij in vele producties van Studio 100, VTM en wordt hij ook uitgezonden op de Nederlandse publieke omroep. En werkt hij zelfs voor Disney. Het meest bizarre is dat ik als kind dagelijks naar hem heb zitten kijken op de tv. Een bizarre gewaarwording. De man vertrouwt mij. Hij wil graag afspreken en dus is het tijd om af te reizen naar België om undercover deze man te ontmoeten. Zou hij dan echt de waarheid spreken over wat hij allemaal wil en heeft gedaan? Zou hij echt komen opdagen op een afspraak? Op naar België, want het is tijd voor de ontmoeting. Hey, wat leuk. Ik mag je geen hand geven. Nee. Ja, doe het zo. Nou, ga zitten. Ja. Ik heb al koffie besteld. Ik hoop dat het oké is. Oh, wat leuk dat je er bent. Ja. Ik ben real. Ja, nee, ik had nog wel wat twijfels, maar leuk. Het voelt ontzettend vreemd dat de man waar ik notabene als kind vaak naar heb gekeken op de tv, nu recht tegenover me zit, terwijl ik undercover alles vastleg. De man is echt komen opdagen en ik blijf in mijn rol als zogenaamd mede-pedofiel. Zo vertelt hij dat hij vaak afspreekt met andere pedofielen. Ja, dan die stad van. Oh, dan ja. Die is er daar op. Ja, dat spreek ik met elkaar daar op de bank. Ja, oké. Okay. Maar dan komt het op. Nee, dan sta je daar voor niks. Ja, want ik. Dat is niet zo ver gespaard, maar het is wel leuk. Nee. Het is niet leuk natuurlijk. Nee. Maar denk je dan ook nooit dat je dan. Ja, dat lijkt me dan heel. Zit je dan maar te.
Zit je daar helemaal te wachten? Ja, dat zijn een beetje ook niet van mij. Nee. Nee. En dan de rest is gebeurd. Op zich zeker. Maar zeker, ik heb het heel vaak met dit soort ontmoetingen meegemaakt. Dan een stadspark daar ontmoet. En dan denk je, oké, maar dan voel ik toch zo lang zijn we iets anders dan. En ik denk het toch of naar het eerst. Oh, dan is het daarna niet meer. Ja, zo ja, of vind ik het wel leuk. En dan voel ik het niet. En dat is met normale dates of met dat? Ja. Ja. En die haken dan af of zo? Ja, waarom weet ik dat? Zeggen ze ook niet van, oh, ik vind het toch niet fijn? Of zullen ook al eens van, als ze oud zijn of zo, dat ik 60, 70. Ik probeer natuurlijk voorzichtig steeds meer informatie te verzamelen. In de hoop dat politie hier ook iets mee kan doen. En dus vertelt hij over zijn ervaringen met jonge jongens. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Want dan kun je niet zomaar je adres geven misschien, of... Ik kan dat wel. Ik heb die jongens vertrouwd, ook lang mee in de chat veranderd. Ik denk dat ik 14 heb ik gehad, waar jongens van 14. Dan ja, dat hele jaar, maar dan ik heb wel maandenlang gezet en achteraf. Ja, je gaat niet zomaar op een avond denken van kom maar langs en dat je niet weet hoe... Ik denk dat het niet direct. Die jongen die zijn ook lang, die zijn ook... Zenuwachtig. Ik praat gewoon graag met die mensen en dan ze zitten zwaar aan het chatten en dan luister je naar en dan na zoveel keer is het ergens aan het doen. Ah ja, ik vind het wel even leuk. Ja. 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 Kan wel meer. Maar zo, ja, dan heb ik wel een adres gezien. Ja, ik weet het niet. Ja, want wat, maar ik weet niet of ik dat, maar wat voor ervaring heb je dan? Want ik... Ja. 14, dat ja. Maximum 14. Ik ben niet meer 14. En dat, hoe was dat? Dat was gewoon. Oh, en dat was gewoon bij jou thuis? Bij mij thuis, ja. Dus dan, maar die meestal waren die heel stil. Dus die zijn echt heel verlegen. Ze komt echt bijna weinig uit. Ik ben wel blij dat die kwam. Ik verschot al met jou. Heb ik één jongen weet nog dan. Je kan ook een eerste seksuele ervaring? Misschien wel, ja. Maar ze waren altijd, dat was wel een constante, altijd heel erg verlegen en heel erg, die zeiden bijna niks. Dus echt, zelfs als je iets vroeg, dan was het meestal... Een beetje, ja, oh ja. Als ze vaker kwamen, dan werd ze iets losser. Ik kan ze iets meer vertellen. Hij is ook super spannend. Ik vroeg dat al vaak niet op school, dus de examens weer kort. Stil en heel snel als ik dan heel snel terug weg. En dan heb ik ook heel wel eens onder de bus gehoord. Ja, dat zei je, ja. En die was ondertussen dat ik eerst niet gewassen natuurlijk. Ja. Nou, toen moet ik wel eens wassen. Ik heb nog wel een tijd filmpjes gedaan, dat ik zo van heel snel allemaal op die niet. En er zijn al heel andere computers gehad, dus er is niks van. Ik wil ook niet bijhouden, van stel dat er iets gebeurt. Ja, dat wil je ook niet. Nee, dat wil je echt niet zeggen. In Nederland hebben we wel zo'n... Dat het allemaal geslaagd is. Ja, ja. Dat je gezien hebt. Maar daar kunnen mensen niet bij, dus dat is wel beter. Heldere herinneringen aan bepaalde filmpjes en zo, dat is wel lekker. Maar ze dat downloaden, foto's bijhouden. En als ik dat foto's van jongens die niet gaan, dus dat altijd heel graag foto's met het gezicht of zo. Ja, precies. En geen seksueel. Ook het gluren naar kleine kinderen wordt alweer besproken. Zo bezoekt hij, zoals hij eerder al zei, naaktstranden om kleine kinderen te begluren. En doe je dat dan alleen of ga je dan met iemand? Oké. En het zou wel leuk vinden dat je met samen. Ja. Ik wil wel, ja, dan kan ik wel hebben naar de zin kijken. Als je dan niet met kindjes en dan vaak ja, dat zei je vaak thuis. Hoe jong hoor. Ja, of loopt het tot straks 12 beginnen ze meestal wel een broekje aan te doen en zo. Dat ze dan, ja, oh ja, natuurlijk. Ja, ze begint dat ze meer van schaamte te voelen. Ja. Dan voorlopen die gewoon naakt. En dan kun je gewoon daar rondlopen. Ja, maar dat vind ik wel interessant. Zelfs als je het wel wil, zou je wel kunnen filmen. Dus dan zou je ook foto's nemen. Ja. Als je het doet alsof je het ja, als je... Een beetje appt en een beetje probeert. Welke leeftijd vind jij ook? Ik van niet heel veel. Ze moeten echt wel een beetje kunnen praten als ze echt zo ja. Zeker ja. Dus in de eerste haak is van de ja. Ja. Ik zelfs dat ook. Ik heb wel geld en heel veel
Ja, ik ben heel benieuwd. Nee, hoeft niet meteen heftig te zijn. Ja. Zou je dat wel doen? Of ik weet niet of je, ja, hoe. Jij ja, want dat lijkt me ook lastig. Ja, dat is sowieso pijn dat je kindjes dat zo niet haar en alles. Misschien wel dat het niet of zo. Ja. Want kon dat wel al met die 14 jaar? Ja? Ja? Oh, wat leuk. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Nu hij weet dat ik echt ben, vertrouwt hij mij. En dus vertelt hij trots over zijn werk als acteur in verschillende tv-series en films. Van Studio 100, VTM, de publieke omroep tot aan Disney. Hij vertelt er trots over. Je bent acteur. Maar kan ik ook dingen zien? Ja, gisteren was ik een herhuisstelling van 20 jaar. Nee, nee. De zomervakantie is een beetje in België typisch. Dan zenden ze van alles eruit. Ik heb zo'n aantal series meegespeeld. Nou, wat leuk. Dat is toch leuk? Ja, of wat grappig. Zo geconfronteerd, dan zie ik mezelf voor 20 jaar geleden. En kan ik dat... Is het kans dat ik je... ook in Nederland al op tv heb gezien? Ja, misschien wel. Maar dan eerder in kinderprogramma's. Maar vaak voor studio 100 of wel. Denk ik, ja, oh, nou, dat wordt ook wel in Nederland uit. Ja, maar dan... Ja, een grote, belangrijke, een hoofdrol uit in de serie van Studio 100, maar dat heeft ook in Nederland gelopen, maar anders een gastrol. Misschien ken ik het, of vraag ik te veel hoor. Dat ken ik wel, dat heb ik vroeger gekeken. Dat is een van de hoofdpersonages. Ja. Oké, okay. Daar zit jij in. Ja. Dus, nou, daar heb ik niet goed opgelet. Nee. Ja, ik heb gewoon een hoofdrol gespeeld. Oh, ken ik niet. En wat spreek jij dan in? Ik was daar de hoofdrol. Zo vertelt hij dat hij door de kinderen ook wel eens is herkend. En hij kijkt eerder trots dan geschrokken. Maar had je dan nooit dat hun zeiden, oh... Ken ik al. Ja, dat is wel gebeurd, ja. Ja? Dat is wel een beetje schrikken dan. Ja. Want dat is voor hun natuurlijk wel een soort, ja, een soort grootheid. Misschien zelfs. Dat is, nee, dat is toen wel mee. Want dat, als ik daar dan zei ze, ja, ik weet dat allemaal, dan zei ze ook nooit iets meer erover. Dat was ook nooit van. Dat werd, ja, heel raar. Ik krijg hem van, misschien ga ik niet mee. Ik denk van, nee. Bij hen was dat heel gewoon zo. Oh, oké. Okay. Ja? Ik ben er heel nuchter mee om. Oh, grappig. Dat is wel bijzonder. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Je zou bijna denken dat het dan... Je hebt er wel, denk ik, die wel idolaat zouden zijn, maar dan zou ik toch banger worden, denk ik. Dat ze dan te dichtbij of zo komen. Ja. We hebben hem onherkenbaar moeten maken, maar je zou zijn gezicht eens moeten zien. Hij begint te stralen, te lachen. En zijn grote grijns op zijn gezicht is opvallend aanwezig als hij praat over kinderen en het misbruik daarvan. In je werk ben je dan de hele tijd daarmee in contact? Ja. Ja. Maar is dat niet lastig? Want dat zou ik, daarom heb ik dus juist besloten om te zeggen van, hey, misschien moet ik dat... Maar ja, maar dat zou niet zo goed. Nee? Ja, maar dat is ook wel heel cool. Ja, kennen we, maar ik ga niet vaak naar huis. Ja, een beetje tof noemen. Ja, meteen. Ja, dat is een beetje. Ja, je hoort ook een beetje bij de leeftijd natuurlijk. Dat die dan, ja, die gaan dan... Niet zeggen van, oh, nee. Ja, een beetje cool doen. Ja, snap ik wel. Ja. En ik was ook Engelstalig, dus ik keek dat zo. Oh, oké. Ik ben eigenlijk wel de mooiste. Als een Poolse jongen die Engels pakte. Die ging naar de internationale school. Dat kon ook bij mij eigenlijk. Ja, toevallig ging ik daar naar school, want ik denk dat ik een keer ook ken. En ja, dan, na school kwam ik wel eens langs. Ja. Ja? En dat heb je, die heb je vaker gezien of zo. Leuk man. Superleuk, die was heel makkelijk, super makkelijk. Die was zo, echt zo leuk. Ja, ja. Als hij mij wilde, was hij gewoon. Maar ik moest niet knutten hem wel, maar hij wilde ook wel eens knutten naar beneden toe. Nee? Dat is zo. Maar wel een fijne herinnering aan. Ja. Ja? Oh, leuk. Die zijn bijna niet
doet. Die zei ik bijna niet. De man vertelt zelfs dat hij soms niet vertelde dat de jongens zo jong waren. En loog dan over hun leeftijd tegen andere volwassen mannen. Dat zou dus betekenen dat hij dus met meerdere volwassenen seks had met 14-jarige jongens. Zonder dat die mannen wisten dat ze 14 waren. Ik zei dat ze 16 waren tegen die andere jongens. Zij wilden maar niet zo heel lang. Oh, zij wisten dan niet dat ze jongens. Ja, oké. Okay. Ja, want anders dan, ja. Nee. Ja, die waren er dan open voor. Het was niet dat het echt, is niemand echt weggelopen. Oh, ik ben zo jong, dat is niet zo. Er valt mij ook iets op. In de telefoongesprekken en ook nu praat hij over jongens die verlegen zijn. Niks durven zeggen. Nooit iets zeiden. En snel weer vertrokken. Het geeft een naar vervelend beeld van zijn ervaringen. Om te kijken of hij echt meent wat hij zegt, wil ik weten of hij nou echt zou komen opdagen bij een afspraak met een kind. En om dat te weten te komen, vertel ik hem dat ik morgen een kind van 10 op een hotelkamer zou kunnen regelen. En dat vindt hij een goed idee. Zo vertelt hij meteen trucjes om een kind te verleiden tot seks. Maar goed, zelfs al is het een minder mooie jongen, dat ik toch niet heb. Dat is gewoon een knappe. Nee. Dat is altijd wel een ding. Ja. Als hij van niks wil, dan zou je kunnen zeggen, hij zou wel poker spelen of zo. Maar stelt iemand voor, dan is het poker goed. Ja, dat zei je, dat vind ik wel een goed idee. Hij is wat een rekening of zo. Ja. Niet gelijk te zeggen van ja, oké, okay, je gaat ze in de eerste uitkleden. Ja, als je er een spel van maakt, is het misschien makkelijker. Dus ik vind dat wel een goede. Dat is wel een goede, denk ik. Waarheid doen. Ja. Ja. Dat is, dan is het ook niet gek of zo. Dan durf je dan kan het te laten zakken. Ja. En je onderbroek voor ons te zetten. Ja. En als wij dan ook wat doen, dan is het niet gek. Dan zijn ook niet de enige die dat iets doet, weet je wel. Ik denk dat is ik denk dat dat een hele zin is. Dat vind ik echt een goed idee. Ja. Ik vertel dat ik geen tijd meer heb en de man druipt langzaam af. De dag erna staat een afspraak met een 10-jarig kindje. En dus maken we ons klaar voor nog één undercover moment. Ja, is dit alleen aan de super leuk dat je er kwam. Echt leuk, hè? Ik ben er bij. Ik heb er een goed gevoel bij. Super leuk dat je kwam. Ik doe weer alsof ik aan het werk ben. Doe graag. Gisteren heb ik de man echt ontmoet. We hebben koffie gedronken en vandaag staat het echt te gebeuren. Althans, dat denkt hij. En daarom sta ik ook in deze hotelkamer. Want dit is de hotelkamer waar het allemaal gaat gebeuren. Althans, dat denkt hij. Hij komt hier straks heen. Hij kan hier elk moment zijn. We zijn bezig met de voorbereiding. En hij zal hier komen om seks te hebben met een kind. Dat zal natuurlijk niet echt gebeuren, dat laten wij niet toe. Dat gaat niet gebeuren, maar we nodigen hem wel uit om te kijken of hij echt serieus is. Is het allemaal fantasie en grootspraak of komt hij echt opdagen als het gaat om een afspraak met een kind van 10? Hij zal hier straks aan de deur staan en in plaats van dat ik dan open doe of een minderjarig kind waar hij natuurlijk voor komt, zal een collega van dit programma de deur open doen. En die zal een beetje verbaasd zijn van hem. Ik weet niet wie u bent, ik weet niet waarom u hier aan mijn deur staat. Nou, dan druipt de verdachte, de man, af. En dan weten wij in ieder geval zeker dat het geen fantasie was, maar dat hij echt in de realiteit leeft en dat hij wil doen wat hij zegt dat hij wil doen. En dat willen we nu controleren. Komt de man opdagen? We gaan het zien. We zetten de verborgen camera's aan en dan is het wachten. Komt de man echt opdagen voor een seksafspraak met een 10-jarig kind? Hij is hier nu naast. De deur gaat open. Hallo? Ik had met Pieter afgesproken. Pieter? Dat ken ik niet. Oké. Okay. Sorry. Ja. Jo. De man is echt komen opdagen voor een afspraakje met een kind van 10. Het is duidelijk voor mij en ik besluit ons onderzoek over te dragen aan de politie. Afgelopen week is de man naar aanleiding van deze undercoverbeelden opgepakt. En ook werd er een huiszoeking uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende zaken in beslag genomen. De man is verhoord, maar zou wel alles ontkennen, volgens onze informatie. Er volgt nu een onderzoek van de politie en zullen moeten afwachten wat daaruit komt.
Deze video is een samenwerking tussen Vrije Vogels Media en Het Laatste Nieuws. Maak mensen bewust van dit probleem en van dit onderwerp door deze video door te sturen naar al je mensen in je omgeving. Vrienden, collega's, kennissen, stuur het allemaal door. Doe een duimpje omhoog als je dit kijkt op social media of YouTube en laat ook even een reactie achter. Wat vind jij van dit verhaal? Heb jij misschien zelf ooit iets ervaren? Ik zou zeggen, laat het ons weten. Bedankt voor je aandacht, bedankt voor het kijken en bedankt voor het delen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.